Hallo allemaal, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Vandaag gaan we kijken naar het spel Luxor. En wat moet je daarbij doen? Een schattentempel doorbreken en naar het midden, naar de schatkamer lopen. Zo snel mogelijk en dat doe je door handkaarten af te spelen. Je hebt er altijd 5, maar je mag enkel de buitenste gebruiken. En dan vul je het aan en die steek je dan in het midden. Dus dat is een heel interessant principe. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk punten te scoren. En een van de belangrijke manieren is door schatten te verzamelen, setjes van schatten. En dat doe je door genoeg mannetjes van jou op één tegel terecht te komen. En dan mag je die wegnemen van het bord. Soms wordt die vervangen, soms niet. En daardoor wordt de weg weer korter voor de volgende mannetjes, want je krijgt erbij gedurende het spel door over bepaalde vakjes te passeren. Er zijn allerhande tegels waar je op terecht kan komen, maar de interessantste zijn wel de horestegels, waarbij je een horeskaart in het midden van je hand mag steken. En wanneer je die gebruikt, trigger die een heel sterk effect, meestal een tal van zotte dingen. Nu, het spel eindigt wanneer dat er een tweede mannetje in de schatkamer terechtkomt en je moet er exact op uitkomen en je moet een sleutel afgeven, dus nog niet zo evident. En dan worden er allerlei punten geteld, zoals bijvoorbeeld hoe ver zijn jouw mannetjes geraakt, hoe verder, hoe meer punten er op de muur staan. En ook voor het verzamelen van setjes van 3 verschillende schattegels krijg je punten naar gelang het aantal setjes. Het spel is super interessant omdat het zo vlot speelt en omdat het toch de mogelijkheid biedt om een aantal stappen vooruit te spelen. Dus het duurt niet lang en je hebt toch het gevoel dat je een pittig spel hebt gespeeld. Dat was het dan, bedankt voor het kijken. Bye bye.